Hallo beste kijkers, in dit filmpje ga ik even in op het maken van stambomen in de wetenschap van de evolutie en het verschil van zo'n stamboom met een stamboom die je in de erfelijkheid kan gebruiken. Bij erfelijkheid, hebben we al eerder gezien, gaat een stamboom over 3 of zo generaties, misschien een paar meer, misschien 8, maar best wel toch over weinig generaties. En er staan individuen in die stamboom, mannetjes en vrouwtjes die weer kinderen krijgen of niet. En die, waarbij je dus de verwantschap van die individuen kan zien. En het gaat dan ook over 1 of 2 kenmerken die overerven tussen die verschillende generaties. Dat is heel anders dan bij de evolutie. Bij de evolutie gaat een stamboom over soorten of groepen soorten. En daarin gaat het dus eigenlijk over de totale verwantschap van, van die groepen of van die soorten. En niet over 1 of 2 kenmerken. Vaak staat er dan ook een tijdschaal bij. En eigenlijk is het alleen een echte stamboom als er ook een tijdschaal bij staat. Want dan is er blijkbaar geprobeerd om al die verschillende vertakkingen die je in zo'n schema ziet aan een moment te koppelen. Want het kan namelijk zo zijn dat iets wat lijkt op een stamboom, dat die alleen maar verwantschappen op basis van bepaalde gegevens weergeeft. Dus dan is het een soort verschillendiagram. En die komen natuurlijk vaak wel overeen met de stamboom van een bepaald organisme of groep van organismen. Maar het kan zo zijn dat er uitzonderingen zijn als je een verschillendiagram maakt op basis van een cytochroom C-eiwit, kan het anders zijn dan wanneer je hemoglobine of mitochondriaal DNA zou gaan bestuderen. Over het algemeen komen dat soort gegevens aardig overeen, maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Dus je wil voor een echte stamboom niet 1 bron van gegevens hebben, maar zoveel mogelijk. En dan kan je uiteindelijk, als je ook fossielen erbij gebruikt, ook meer kijken naar wanneer was dat dan allemaal precies dat bepaalde organismen leefden. En dan kan je uiteindelijk een echte stamboom samenstellen. Hier zie je bijvoorbeeld iets wat lijkt op een stamboom, maar dat niet echt is. Want de getallen die hier tussen staan, dat zijn verschillen of overeenkomsten tussen het cytochroom C-eiwit. Nou, wat dat precies is, dat mag je vergeten. Maar dat zijn dus bepaalde verschillen. En je ziet wel het bekend beeld eigenlijk van bepaalde organismen zoals dieren die bij elkaar zitten. En planten die bij elkaar zitten. Ja, dat is natuurlijk niet toevallig. Die zijn natuurlijk ook meer verwant aan elkaar. Dat betekent dat ook die cytochroom C-eiwitten waarschijnlijk meer op elkaar zullen lijken binnen de groep planten enzovoort. Maar je zou dus uitzonderingen kunnen hebben. En bovendien is dit niet echt een stamboom, omdat er geen jaartallen, althans ook geen geologische tijdsperioden bij staan. Dus je weet alleen maar hoeveel verschillend zijn organismen en hoe minder verschillend, hoe meer aan elkaar verwant uiteraard, op basis van dit gegeven. Maar het kan natuurlijk zijn dat er bepaalde speciale dingen zijn gebeurd met zo'n eiwit en je wil dus meer gegevens hebben om een uitgebreidere en echtere stamboom te maken. Hier zie je bijvoorbeeld, is dit nou een stamboom van de zoogdieren? Nou, er staat niet bij op basis van welk gegeven of welke set gegevens dit diagram gemaakt is. Maar je ziet al wel, het zou wel heel toevallig zijn als dit allemaal precies op zo'n moment zou zijn vertakt. Waarschijnlijk is het wat subtieler allemaal, er staan ook geen jaartallen bij. Dus dit is ook weer zo'n vertakkingenschema, verschillendiagram tussen soorten. Waarbij natuurlijk wel soorten die nauw aan elkaar verwant zijn, dichter bij elkaar komen te staan dan soorten die minder nauw aan elkaar verwant zijn. Maar er kunnen uitzonderingen zijn misschien. Er kunnen misschien gegevens gebruikt zijn die bij bepaalde groepen in subtiele takken van zo'n verschillendiagram andere resultaten geven als je andere gegevens zou gebruiken. Dus ook dit is een verschillendiagram eigenlijk en geen stamboom. Natuurlijk, als je die over elkaar heen gaat leggen, zullen die dingen best wel redelijk op elkaar passen en niet al te verschillend zijn. We zien hier bijvoorbeeld het vogelbekdier en buideldieren. En als we naar een echte stamboom gaan kijken, dan zullen we ook wel zien dat die ook daadwerkelijk in een echte stamboom als verschillende groepen helemaal los staan van de andere organismen in deze stamboom. Of in dit verschillendiagram. Want hier hebben we een stamboom, een echte stamboom, want daar zijn ook momenten
aangekoppeld van zoveel miljoen jaar geleden. Het is natuurlijk niet een precieze datum, maar wel een goede reconstructie van ongeveer het moment waarop verschillende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld natuurlijk het uitsterven van de dinosauriërs, wat ruimte heeft gegeven aan de zoogdieren. Maar je ziet al wel dat ruim voordat de dinosauriërs uitgestorven zijn, er al verschillende groepen zoogdieren waren en ook zelfs al verschillende groepen zoogdieren zijn uitgestorven. Want je ziet hier zo'n lijn die stopt bij 160 miljoen jaar geleden. Dan is dat dus een bepaalde groep zoogdieren die uitgestorven is. Groepen die helemaal doorlopen tot 0 jaar geleden, oftewel heden, die kennen we nu allemaal nog wel. En we zien hier inderdaad dan ook weer het vogelbekdier als eerste afgesplitst, het meest apart. Dat komt dus overeen met het verschillendiagram wat we net zagen. De buideldieren dan apart van alle zoogdieren met een placenta. Ook dat komt dan weer overeen met het verschillendiagram wat we net gezien hebben. Maar de precieze afsplitsing heeft hier ook echt een moment gekregen af te lezen uit de tijdschaal die erbij staat. Dus hier hebben we een echte stamboom van de zoogdieren te pakken. Omdat we daarbij ook met andere informatie dan alleen maar één eiwit of één stuk DNA gewerkt hebben. En dit is dus waar evolutionair biologen naar zoeken als het gaat om reconstructie van verwantschappen, een echte stamboom. En zoals je waarschijnlijk wel weet is ook de ordening van alle organismen afhankelijk van de plaats van elk organisme in zo'n stamboom. En dan gaat dit natuurlijk alleen over de zoogdieren, maar je kan zo'n stamboom natuurlijk van al het leven opstellen. We hebben net ook al zo'n plaatje gezien van één verschillendiagram. Daar kan je natuurlijk ook mee verder werken en dan kan je al het leven op aarde in één stamboom vatten, omdat al het leven op aarde nu eenmaal verwant is. Dit over de stambomen in de evolutie vooral. Tot een volgend filmpje maar weer.